Kerkstraat 44. Steven van Boeien, kapper. Afgevoerd naar Amersfoort, maar vrijgelaten vanwege een longziekte. Kerkstraat 40. Kruidenier van Lozenoord. Vader en zoon afgevoerd, niet teruggekeerd. Nummer 34. Gerard Schipper, kapper. 37 jaar. Nummer 32. Antonius Westing, vertegenwoordiger. 31 jaar. Nummer 33. Otto van Noggeren, kruidenier. 33 jaar. Nummer 31. Hendrikus van den Berg, horlogemaker. Teruggekeerd. Nummer 25 en 27. Drees en Hendrik Klaassen, schoenmakers. Hendrik, teruggekeerd. De Kerkstraat. Stille ooggetuigen van de razzia. 17 mannen, 14 uit Putten en 3 evacuees, worden afgevoerd. Slechts 2 zullen terugkeren. Maar dit verhaal gaat niet over de mannen die werden afgevoerd. Ook niet over zij die terugkeerden. Niet over hun ontberingen in die laatste oorlogswinter. Dit verhaal gaat over zij die achterbleven. Hun vrouwen, hun kinderen. Vrouwen die niet over het verschrikkelijk verdriet wilden spreken. Kinderen die te horen kregen dat ze nooit mochten vergeten, maar wel moesten vergeven. Maar hoe dan? Ik weet nog dat moeder zondagsmiddag zei: Drees, Jos, er is razzia. Ze haalt mijn lakens uit het raam. En ik zie ze, Gijs van Beek en zo, allemaal de neng in vluchten. Ja, zei mijn vader. Maar dat doe ik niet. Ik heb niks gedaan. Ik zit niet bij de ondergrondse. Ik blijf lekker hier. Zondagsmiddags was het de gewoonte dat mijn ouders gingen naar hun ouders toe. Ik weet daar nog van, het was een boerderijtje, dat mijn vader en mijn oom, die gingen zich verstoppen. Ik zie nog een been, ik zie een klomp op die ladder naar boven gaan. Dat is het enige wat ik weet van die zondag. Nou, daarom ging ik heel gerust naar de kerk toe in zijn eentje. Niemand ging met mee, in zijn eentje naar de kerk. Het begint allemaal hier bij de Ollenallebrug tussen Putten en Nijkerk. Het is de nacht van 30 september op 1 oktober 1944. Een overval van het verzet. Een Duitse officier komt om. De bezetter reageert met harde hand. Putten wordt ingesloten en de bewoners moeten zich melden op het kerkplein. Het is de plaatselijke politie die onder begeleiding van Duitse soldaten de boodschap kon brengen. Achteraf heb ik aan een tante van mij gevraagd, eigenlijk veel te laat, maar aan een tante van mij gevraagd. Ik zei, dat beeld heb ik voor me. Toen zegt ze, dat is eigenlijk een heel reëel beeld wat over je hebt. Want, en die vertelde me toen eigenlijk de toedracht, zegt, jouw grootvader, mijn vader, stond aan de Steenkamerse weg, wat of toen nog een zandweg was, en zag daar plotseling een aantal Duitse soldaten aankomen met jongens uit de buurt die ze opgevangen hadden. Hij is naar binnen gerend. Hij zegt, jongens, naar beneden, weg, vluchten. Mijn moeder komt uit een gezin van 6 mannen en 2 zusjes. En zij is getrouwd en ze is bij de schoonouders in gaan wonen. Dus al die familieleden zijn weggevoerd. Mijn moeder was wel een beetje angstig. Maar ja, die politie zegt, ja, Drees is er zo weer. Ja, zegt moeder, maar ik zal even zijn jas pakken. Nee, hoor je niet te doen, want hij is zo terug. En denk ik, ja. En dat ik later, dat heb ik nooit kunnen verkroppen. En denk ik, man, hoe kun je? Je weet dat er razzia is. En achter de boerderij, daar was een bossage. En daarvoor was een sloot. En ze dachten, nou jongens, als we daar nog kunnen komen, dan zien ze ons niet. Dat hebben ze geprobeerd. En op het moment dat ze eigenlijk over die sloot wilden springen, toen werd er op ze geschoten. En toen hebben ze zich overgegeven. En dat is het laatste wat of mijn moeder, mijn grootouders, zijn zussen van hem gezien hebben. Toen is mijn moeder, toen dat gebeurde, is meteen naar haar huis gegaan, haar ouderlijk huis gegaan. Want ze was van mij in verwachting.
Dat was in oktober en ik ben 19 december geboren. En opa en oma bleven achter en die hadden niets meer. En toen, toen kwam dan je boel in de brand gestoken. Je moest vluchten. Nou, ik was de oudste. Dus ja, mijn moeder steunde helemaal op mij. En we lopen naar Ermelo gegaan. Naar de zus van mijn moeder. Ja, tot we zagen dat de hele boel in putten brandde. Ons huis was helemaal niks aan toen we terugkwamen. Maar ja, goed, het... Ja, mijn moeder was een wrak. November 2018, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Laderlund. De plek waar 111 mannen uit Putten letterlijk crepeerden. Maar ook de plek waar ze hun laatste rustplaats kregen. Een wonder van naastenliefde in een barbaarse tijd. Ik wil, zolang ik kan, wil ik naar het graf van mijn vader kunnen gaan. Dat wil ik gewoon, één keer per jaar. Ik kan naar het graf van mijn moeder, van mijn zus, van mijn man, kan ik gaan wanneer ik wil. Maar dit één keer per jaar wil ik dit gewoon zien. Ik wil die naam van mijn vader zien, de naam van mijn oom. En ook nou, herdenken en gedenken. Niet alleen voor mijn vader, maar voor alle Puttenaren. Ook voor alle mensen in Duitsland die gestorven zijn. Vergeven, dat moeten we. En maar vergeten niet. En dat doen we ook niet. Ik vergeet het ook nooit. En nu ik ouder word, is het toch ook wel zo dat ik kom dichterbij. Je denkt er veel meer aan, omdat alles om je heen wegvalt. Mijn moeder werd eigenlijk al vrij snel wat ziek. Ze werd doof. En het ging zo ver dat ze eigenlijk niet meer voor ons tweeën kon zorgen. Toen zijn wij naar de ouders gegaan van mijn vader, mijn zus en ik. En zij is naar haar ouders gegaan. Niemand had een vader? Als je ergens kwam, was een vader. Dan had ik zoiets van ja. Vond ik helemaal niet fijn. Bij mijn vriendinnetjes ook. Ja, ze waren allemaal de vader kwijt. Ik heb mijn vader niet gemist, want ik heb hem niet gekend. Dat vinden een heleboel mensen vinden dat raar. Maar dat is de verdienste van mijn moeder, denk ik. Mijn moeder was dolblij dat we weer bij elkaar waren. En ja, we waren met z'n drietjes. Papa was er niet meer, dat wist je. Dat was voor mij een gegeven. Ik kreeg ook wel de vraag, ja, wat doet jouw vader? Ja, mijn vader is met de razzia meegegaan. Eigenlijk vond je dat als kind zijnde. Het was natuurlijk niet normaal, maar als antwoord vond je het normaal. Mijn moeder die kreeg aanvallen van migraine. En die lag op de divan en die was alleen maar misselijk en ziek. En ze zei, ja, ga maar hier niet toe. Ja, niet helpt wel. Komt met de kinderen naar de dokter. En een tandarts naar school brengen. En ja, dat deed Jenny wel eventjes. Ik ben opgevangen in gezinnen, in grote gezinnen. In Amersfoort ook kwam ik meteen in een groot gezin. En er was wel een vader. En dan kan je zeggen, jij hebt geen vader. Maar ik was daar ook kind aan huis. En ik werd meegenomen naar hun opa en oma. En ik stoeide met die vader en mijn vriendinnetjes mochten bij mij komen. Want ik weet nog, het was het einde van de oorlog. Dus ik 10 jaar geweest zijn,
Ze kregen allemaal, ja, schurft kun je wel zeggen. Helemaal onder de zweren. Ik mijn armen, mijn broertjes de benen. Mijn kleine zusje van 2, ook de hele armpjes stronden. Maar de andere dag moesten we naar de dokter toe. En die haalde de verband er dan af. En maakte het een beetje schoon. Maar ja, hetzelfde verband ging erom, want er was niet. Maar dan stonden we onderaan die trap, want de praktijk was boven. En als mijn zusje die trap al zag, dan knelde die armpjes omheen. Jannie, niet de dokter toe. Jannie, niet de dokter toe. Nee, 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 nee. En dan huilde dat kind zo erbarmelijk. Dat ik later als denk, je bent 10 jaar. En dan moet je met die kinderen naar een dokter toe. Mijn moeder praatte er niets met mij over. Ik heb nu natuurlijk, zal iedereen zeggen, ook spijt dat ik niet veel meer gevraagd heb. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar er werd niet over gesproken. En dat was ook duidelijk voor u, dat moet ik niet doen? In het begin niet. Maar later, toen ik ouder werd, kreeg ik dat gevoel. Nee, wilde ik haar sparen. Er werd nooit over gepraat. Nee. Die mannen waren weggevoerd en ja, die mensen vielen in zo'n diep gat. Ze bleven alleen achter en er was niks meer. Hun doel was weg. En ik denk dat dat met name ook bij mijn moeder, maar niet alleen bij mijn moeder, bij heel veel nabestaanden, vooral de ouderen, iets is geweest dat ze, ja, daar moesten ze mee leven, maar ze konden er eigenlijk niet mee leven. Steeds weer die vraag van, maar waarom? Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben toch helemaal niks gedaan? Het waren toch goede jonge mensen? En waarom dat dan? En dat, ik denk dat dat psychisch een enorme aanslag op mensen heeft. Want we moesten iedere avond bidden of papa terugkwam. Totdat we een jaar of 14, 15 waren. Ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg, maar nou komt hij niet meer terug, nou bid ik niet meer. Ja, zegt mijn moeder, maar het kan nog hoor. Ik denk, ja, dat zal wel. Het verlangen naar mijn vader kreeg ik eigenlijk pas naarmate je ouder wordt. Je krijgt verkering, je wil een huis gaan kopen. En ik had een fantastische schoonvader. Maar dan denk je, nou kon ik even als andere jongens het maar eens met mijn vader bespreken. Nou ja, dan mis je je vader. Eerste stop, Wedel. Ook hier zat een Außenlager van Neuengamme. Ook hier werden mannen uit Putten te werk gesteld tot ze erbij neervielen. Zoals Evert van den Bos. Zijn dochter Joke, enigst kind, was pas 2 jaar en heeft haar vader nauwelijks gekend. Ik ben hier nu, als ik het goed heb, voor de 4e keer. Ik weet ook pas sinds een jaar of 11 dat mijn vader hier is omgekomen. Door een Duits boekje ben ik erachter gekomen dat mijn vader niet in Neuengamme, maar hier is omgekomen. En toen hebben ze hem ook uitgenodigd van deze gemeente om te komen. En toen ben ik ook voor het eerst hier geweest. Heb ik ook het hele kampterrein omgelopen. Dat wist iemand hoe het kamp is geweest. Nu zie je daar niets meer van terug. Er zijn huizen op, maar het heeft heel veel indruk op me gemaakt dat ook hij hier heeft gelopen. En ik heb nu dikke kleding aan. En hij liep daar in hele dunne kleding. Ook in deze tijd, waar het koud was, moesten ze gaan tankgrachten graven. Daar ben ik ook nog geweest, waar het is geweest, zeg maar. Daar kon ik nog de Del zien. Ja, dat wekt bij mij toch emoties op. Ook vooral nu ik ouder word. Ja? Ja, dan ga je ook nog weer meer terugdenken aan de tijd. Zeg maar, dan, je bent jong, gaan dingen aan je voorbij. Mijn moeder praatte wel veel over mijn vader. Dus door verhalen heeft ze me heel veel verteld. Daar ben ik ook heel dankbaar voor dat ze dat heeft gedaan. Zij heeft me ook nooit haatdragend opgevoed. Altijd, je moet altijd ook aan hebben met mensen dus dingen gedaan die niet goed zijn. Maar dat kan ons ook overkomen, dus ik ben niet haatdragend opgevoed. Ik zal hem even aanwijzen. Willem Jan Johannes van den Bos.
kom uit Nijkerk vandaan. Mijn vader ging op de fiets naar de gemeente Putten. Daar had mijn vader twee zwagers wonen op zondagochtend. Hij zou mij meenemen op de fiets. Maar het regende, het was miserig weer. Dat zijn allemaal verhalen van mijn moeder. En dat heeft hij toen niet gedaan. En toen heeft hij net even buiten Nijkerk bij de Zalentuin heeft hij een lekke band gekregen. En toen zeiden de mensen daar, Bos, kom maar binnen, want er lopen hier zoveel Duitsers rond. Ja, we vinden het onveilig, kom maar binnen. Maar even later hebben de Duitsers ze uit huis gehaald en meegenomen. En mijn moeder heeft nooit meer iets van hem gehoord. Ik weet dus niet waar mijn vader begraven is. Daar zijn we wel aan het onderzoeken geweest, maar bepaalde gegevens zijn toch weg. En ze hebben het vermoeden dat hij in Neuengamme toch zijn lichaam naartoe is gebracht. En dat hij daar alsnog is verbrand. Also 1982 haben junge Leute gesagt, was ist hier wohl gewesen? Und das wollen wir genau wissen. Und weil sie hier nicht ins Archiv kamen, sind sie nach Pütten gefahren und haben dort nachgefragt. Und seitdem gibt es diesen wunderbaren Kontakt von Wedel nach Pütten. Und dass die Puttener uns die Hand reichen, das ist ja ein ganz großes Geschenk, etwas ganz Besonderes, finden wir. Ja, es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Angehörigen oder Nachfahren der Opfer zu dem Volk der Täter kommen. Und wir sind ja die Nachfahren der Täter, wenn wir auch nicht selbst beteiligt waren. Aber wir haben die Verantwortung, dass so etwas wenigstens nicht wieder passiert. Deshalb ist es uns ganz, ganz wichtig, dieser Kontakt. Ein Herdenkingshof, das Bild von der Frau von Putten. Da müssen viele Wesen und Weduwen es mit tun. De laatste rustplaats van hun man of vader onbekend. Ze gaan zoeken. Waar is hij geweest? Het laatste tastbare contact met die man die van de een op de andere dag werd weggerukt. Ik ben in de barakken geweest, waar hij ook geweest is. Want die hele grote vlakken met allemaal die stenen. Dat er waren allemaal die gedenkstenen, dat zogenaamd te graven. Maar we werden goed gewaarschuwd, we mochten niet die stenen meenemen. Nou, dat doe je ook niet dan. Maar ik liep toen al achter een rollator, want ik had net een nieuwe heup. Dus ik moest helemaal omlopen. Ik kon het trappetje niet op, dan krijg je zo'n schuin pad waar je omhoog gaat. En in één keer, ik bots met mijn rollator op zo'n steen. En ik denk, ja, die is voor mij. Dus ik heb hem opgepakt en in mijn rollator gedaan. En later zei ze, hoe kom jij daaraan? Ik zei, nou, die is gewoon op het pad gekomen. Ze hebben hem niet uit die bakken gehaald. Toen zijn wij naar pastor Meijer gegaan. En daar stond de broodtafel klaar. En daar werden we ontvangen. En toen stonden we voor de deur. En dat vergeet ik nooit. En toen snapte ik niet goed waarom. Toen zei hij, dat is kind. Ik denk, nou ja, het zal wel. Maar dat begrijp ik nu wel. Hij kende de hele geschiedenis. En pastor Meijer, dat was de pastor waarvan de gevangenen langs het huis kwamen en hij stiekem wat brood uitdeelde of wat anders. En hij heeft de gevangenen, als de Duitsers het toelieten, want dat deden ze niet altijd, maar vaak wel, heeft hij ze mogen begraven. En wat denk je dan? Ja, wat denk je dan? Je denkt aan je vader, ja, je denkt aan zoveel dingen. Eigenlijk op een gegeven moment heel moeilijk om dat weer te geven wat over je denkt. Maar je voelt een bepaalde verbondenheid. Ja. En dat is het belang van daar zijn? Voor mij wel, ja. Dat vind ik wel, ja. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen behoefte, met alle respect hoor, voor alle reizen die georganiseerd worden, om dat massaal te gaan doen. Ik sprak Duits en ik verstond Duits goed. Was ik heel blij dat mijn moeder geen Duits verstond. Waarom? Nou, hij vertelde zulke vreselijke dingen over het kamp. Dat was niet normaal. De nabestaanden van hen die naar Ladelund werden afgevoerd hebben geluk. Zij hebben een graf, een laatste rustplaats. Te danken aan één man, pastor Johannes Meijer. Hij eist van de kampcommandant dat hij de overleden mannen een fatsoenlijke begrafenis mag geven.
Na de oorlog schrijft hij een brief aan de Puttenaren. In 1950 volgt het eerste bezoek. Een kiem van verzoening is gelegd. De keer toen ik hier kwam, ja, dat was best wel heel moeilijk. En ik weet nog dat ik toen de bus uitstapte en dat we dus zondags hier op de straat liepen en dat ik niet wist hoe gauw ik van die straat af moest. Weet je waarom? Ik dacht, nou loop ik hier op die straat en daar heeft mijn vader gelopen. Nou zet ik mijn voetstappen op de voetstappen van mijn vader en van al die Puttenaren. En toen ben ik helemaal aan de kant van de weg gaan lopen. Ik vond het zo moeilijk. Soms heb ik wel eens dingen dat ik denk van, weet ik dat nog van mezelf? Of weet ik dat van horen vertellen? Of is het een soort mythe dat je het je eigen maakt? Moet je ook mee oppassen. Ik weet ook nog dat mijn moeder, dat ik in de oude kerk gezeten heb samen met mijn moeder. En de volgende dag moesten we eten brengen. En mijn vader zat met nog veel andere mannen in een openbare school. Die was achter de kerk in Putten. En daar stond mijn vader achterin, in die school. En dat weet ik van mijn moeder. Mijn moeder heeft mij verteld dat ik heel hard geroepen heb, papa, papa. En ik heb gezwaaid als klein kind, maar dat weet ik zelf niet meer. Dat heeft mijn moeder mij verteld. En ik heb ook veel meer dingen van mijn moeder. Dat mijn moeder bijvoorbeeld 's nachts lag te huilen. En dan ging ik bij mijn moeder in bed slapen, weet je wel. En dat was, toen was ik geloof ik al 8 of 9 jaar. En als ik dan mijn moeder 's nachts hoorde huilen, ging ik bij mijn moeder in bed. Maar ik had ook wel zoiets van, als ik wat hoorde, 's nachts, denk ik, mama, kom papa, ik hoor wat. He? Dat had ik altijd het gevoel dat mijn vader terug zou komen. Is dit werkelijke verzoening met Duitsers? Ja, voor mij wel. Ja, toch wel. Anders was ik hier ook niet. Nee, echt niet. Nee, dit kan je eigenlijk ook niet. Ja, het is zo moeilijk. Je kan het niet omschrijven. Ik bedoel, hoe wij hier onthaald worden. In de gastgezinnen zijn. Zo'n klein dorpje. Iedereen heeft een onderdak. Maar ja, in Putten. Ik zit zelf in die stichting in het bestuur. Ik regel ook de gastadressen in Putten. Ik moet gewoon leuren van mensen. Hey, wil je iemand in huis hebben? Terwijl wij 23.000 inwoners hebben. Wij zijn in Auschwitz-Birkenau geweest. Daar heb ik Anna gesproken. Die woont in Neuengamme. Nou, die heeft haar verhaal verteld wat in haar familie gebeurd is. Onder de Duitsers, haar eigen volk. Ik zeg altijd, jongens, het is niet alleen de Puttenaren. Wij hebben veel meegemaakt. Maar als je in Nederland kijkt, er zijn heel veel plaatsen die verdriet hebben. Vergeven, maar niet vergeten. Hoe doe je dat? Waar haal je de kracht vandaan? Hoe draag je zo'n groot verlies? En waar vind je dan steun? Waar put je hoop uit? Dit is het psalmboekje van mijn vader. Dat staat bij ons op het kastje. Zijn naam staat er voorin. En dan psalm 84, vers 3 en 4. Toen al die mannen in de oude kerk waren, toen is dominee Holland de kansel op gegaan. En voordat ze weggevoerd werden daar, hebben ze psalm 84, 3 en 4 gezongen. Let, Heer, der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God, geef mij gehoor. Een geweldige bede. Nou, dat in die psalm toch wel een hoop van geloof en hoop op God is. En vertrouwen. Ik denk dat dat ook wel bemoedigend geweest is. En wat is de betekenis voor u? De betekenis voor mij is dat, wat ik eigenlijk straks ook al aangaf, dat in deze psalm een troostwoord ligt voor de toekomst die onbekend was. Maar dat ze toch mogen weten, dat ze zij mochten weten, maar ook wij mogen dat weten,
dat God liefde is en dat die ze wil omringen. Dat is, ja. En dan zijn er andere mensen, ja, God liefde. Nou, een mooie liefde is dat van God. Nee, maar het geloof, dat is een persoonlijke zaak. Een persoonlijk iets wat of je met God van boven hebt. En ja, dat kan uitstralen in liefde. En dat straalt ook uit in liefde. Maar ik denk wel dat zij daardoor gesterkt is. Door te bidden. En zij zal in het begin, denk ik, als ik het goed inschat, wel gedacht hebben in het begin. Als een God dit allemaal toelaat, bestaat hij dan wel. Maar ik denk wel dat het geloof, dat weet ik wel zeker, heeft een grote rol gespeeld. Ook later, dat zij het daardoor heeft kunnen dragen. Voor mij, denk ik, als je ineens alles kwijt bent, nog steeds onbegrijpelijk. Vergeven, niet vergeten. Is het dan toch de toevalligheid van die ene pastor? Het besef dat kwaad niet met kwaad moet worden beantwoord? Of is het dat de nabestaanden van Putten en de inwoners van Ladeloend elkaar vinden in een taal die ze beide verstaan? In 1962 waren ook het eerste maal jonge mensen uit Putten in Ladeloend. Und haben hier in Familien gewohnt. Zum Beispiel hat ein junger Mann aus Putten damals bei meinen Eltern gewohnt. Und 1963 war eine Gruppe aus Ladeloend, Jugendliche in Putten. Und wenn man in der Familie wohnt, man spricht miteinander nicht nur über die Geschichte, auch über andere Dinge. Man weint auch mal zusammen, aber man lacht auch zusammen und man lernt sich kennen. Und man lernt, alle Menschen sind gleich. Het blijft wonderlijk, moeilijk te vatten, maar bewonderenswaardig ook, dat de vrouwen van Putten hun kinderen niet met haat tegen alles wat Duitsers hebben opgevoed. Vrouwen die door toedoen van die Duitsers datgene verloren wat hun het meest nabij, het meest dierbaar was. De Duitsers heb ik niet gehaat. Wel de Nederlanders, de NSB. Want toen mijn vader weggevoerd werd, toen kwam er een jonge Duitser. Nou, pak weg. Ja, ik kan dat niet schatten, maar het was een jonge knul. En een politieagent, was een vriend van mijn vader, klant van mijn vader. Ze zei, joh, je moet je even gaan melden bij de kerk. Je bent zo terug. Ik heb meer moeite met het vergeven richting het gebeuren, wat er hier gebeurd is bij die aller, bij die groep van, ik weet niet, 7, 8 mensen die met elkaar afspraken, er moet niet over gesproken worden. Nou, de mensen zijn er niet meer, zijn overleden allemaal. Daar heb ik veel meer moeite mee om die te vergeven dan eigenlijk de Duitsers. En toen denk ik later, waarom heeft die vriend van mijn vader gezegd, joh, Trace, maak dat je wegkom. Het is een razzia. Maar dat doen ze niet. En toen heb ik later gedacht van, die man heb ik altijd wel moeite gehad om die te vergeven. Toen ik in 1972, mijn vrouw en ik, voor het eerst naar Hamburg, Neuengamme en naar Ladeloend geweest ben, toen merkte ik bij mijn moeder wel zoiets van, ja. Ze heeft niet gezegd van, dat moet je niet doen. Maar ik bespeurde wel iets van, hoe kun je dit eigenlijk doen? Ja. We hoeven niet te zeggen rotmoffen. Dat wilden ze niet horen. Nee? Nee. Het is ons ook nooit geleerd van, het waren de moffen die je vader weggehaald hebben. Moffen dit, er is nooit over gesproken. En dan neem je dat vanzelf als milder aan. En ik ben blij dat mijn moeder dat heeft gekund. Misschien kan je het nooit helemaal hoor. Dat ze dat heeft gekund, want wat lijkt mij het erg. Wat lijkt mij erg als je daar altijd mee bleef zitten. Dat je nu nog een haat hebt tegen een land of Duitsers of wat. Het is nu een hele andere generatie.